I would be king. Hi. Outside of the cold, into the dark, I'm out here alone, lying here awaiting your mark, but you never called in. I don't know where to go. Maar het gaat best goed met jullie. Dus, hoe zit je nou te klagen eigenlijk? Kijken. Ja. Nou, mooi. Iemand iets te melden? In jouw laatste boek heb je het ook over macht. Ja, dat is een mooi woord, hè? Nou ja, dat is dus niet een mooi woord. Oh, nee. Ja, dat weet ik dus niet, dus daarom vraag ik aan jou, waarom wordt macht weer gebruikt of gebruikt? Nou, kijk, normaliter associëren we macht met macht hebben over iemand. En dat is niet zo prettig. Maar het gaat daarin meer in de context van autonomie, macht hebben over jezelf. En wellicht ook over de situatie waarin je verkeert. En ook al vinden we dat niet een leuk woord, we zijn er de godsganse dag mee bezig. Dit wil je niet, dat wil je wel. Je probeert iets naar je toe te halen, op het sociale level, op het niveau van gezondheid, financiën, woonomgeving enzovoort. Weet je wel, en je probeert bepaalde dingen buiten de deur te houden. Dat zijn allemaal machtsissues. Nou, degene die totaal innerlijk machteloos is, is dus constant overgeleverd aan emoties of de opinies van anderen of... Nou, de omstandigheden enzovoorts, daar is zwak. Dus in de context van autonomie en volwassenheid is macht een superbelangrijk woord. Zo zie ik het. En dan haal je het dus uit de sfeer van tirannie. Want ik heb geen zin om iemand slaaf te zijn en daarmee ook niet zin om iemands meester te zijn. Of baas, of hoe je dat wil noemen. Maar wat ik wel prettig vind, is een space creëren waarin ik optimaal kan functioneren. Zoals dat passend is bij dit organisme. En dat betekent nee zeggen tegen bepaalde dingen en ja tegen andere. Nou, als dat vrij aardig gaat, dan heb je een gevoel van, laten we zeggen, persoonlijke macht. Of van autonomie of zelfbeschikking of hoe je dat wil uitdrukken. Dus zo zie ik die term. Niet in de zin van dus macht over anderen. Ik hoef geen macht over anderen. Ja, ik merk dus ook bij mij dat heel woord macht dus weg is geraakt. Dan krijg je zo'n vervanging van kracht. En... Ja. Oh, dat mag ook. Maar ik vind het altijd leuk om net een woordje te gebruiken wat dan een beetje uit de gratie geraakt is. Ja, het is ook wel mooi om het woord weer terug te pakken. En vroeger zeiden ze ook over dingen van als je ergens goed in was, dat je iets machtiger geworden was. Dus... Je beheerst je gitaar, weet je wel, je hebt dat binnen je mogelijkheden weten te krijgen. Dus in feite is het net als agressie bijvoorbeeld een neutrale term. Dus agressie heeft ook zo'n negatieve term, maar als jij niet agressief genoeg bent, dan kun je je eten niet eens kouwen. Je moet die cellen vernietigen om het op te kunnen nemen. Dat is vanuit het perspectief van die cellen gezien een agressieve daad. Nee kunnen zeggen, daar kan ook kracht of macht of een
agressieve noot in zitten. Dus, maar wij hebben meteen, het woord agressie is meteen gewelddadig. Nee. Als je twee honden hebt die een beetje moeilijkheden hebben, dan doen ze even. Daar is een teken van agressie. Ik ben bereid om te vechten. Liever niet. Maar als het moet. Moet je van je afweten. Ja, exact. Nou, dat moeten wij ook kunnen, tenzij we slaaf willen zijn. Dus als je niet van je af kan bijten, je kunt niet je tanden laten zien, ja, dan ben je overgeleverd aan de wolven, zal ik maar zeggen. Dus een beetje signaal van macht of agressie lijkt me zeer gezond. En in het spiritdomein hangen we veel te veel naar de kant van compassie en empathie. Ja, ik ben een groot fan van compassie en empathie, als dat zijn plek heeft. Maar altijd aan één kant van het spectrum hangen, dus altijd compassievol, is net zo dom als altijd agressief. Ja, we hebben die intelligentie of wakkerheid nodig om te zien wat aan de orde is. Nu moet ik even stevig optreden en nu moet ik zeggen, kom eens even lekker hier. Maar niet altijd het een of het ander. Het is goed dat je het allebei paraat hebt. Yes, exact. Dan, pas dan is er een compleetheid mogelijk. Een ander dingetje was, wat ik had zo'n tweetje gedaan en het ook in een bericht gezet, een lecture van Brian Eno, wat om heel veel redenen heel interessant is om tot je te nemen. Maar een van de interessante dingen die hij zei op een gegeven moment was van, wij zitten als mens heel erg op het niveau van control, dus proberen dingen te sturen en voor elkaar te krijgen. En dat is heel goed, want daar kun je heel veel mee voor elkaar krijgen, maar daartegenover staat iets anders, surrender. Dus van, daar heb je weer net zo'n tegenstelling. Als je wakker of intelligent genoeg bent, dan weet je wanneer je aan moet pakken om iets te regelen. Maar je weet ook wanneer je je handen er vanaf moet houden. Dit heeft ook iets van, je bent beschikbaar voor alles. Yes. En dan heb je dus een onderscheidingsvermogen van, nee, dit moeten we even aankaarten. Of onder ogen komen of iets mee doen. En het andere, dat laat je gewoon. En dan zegt hij heel terecht van dat dieren dat heel goed kunnen. Die kunnen heel makkelijk switchen van actie, zeg maar, naar surrender. Als iets niet gaat, dan laten ze het vallen. Wij zitten te veel, zijn te veel doorgeschoten in die control modus. We denken dat we alles maar kunnen regelen en voor elkaar zouden moeten krijgen. Terwijl, voor mijn gevoel, vanuit die helderheid, hoe je het wil noemen, is er vrij makkelijk zoiets van, oké, dit is buiten mijn macht. Let it go. Een keer moet je het even neerleggen en dan kan de boel zakken of anderszins zichzelf oplossen, weet ik veel. Maar niet altijd maar in dat doen blijven zitten. Nou, ander mooi aspect vond ik van hoe hij dat probeerde uit te leggen. Voor hem was surrender een actief woord. Dus het wordt vaak als iets passiefs gezien, maar hij zag het gewoon letterlijk als een overschakelen. Gewoon inzien dat doorduwen nu geen zin heeft en ontkoppelen. Laat maar. Ja, dat makes sense to me. Zou je ook kunnen zeggen dat dus door actief en passief, dat daar in het midden een neutraliteit is? Yes. En als je dus in die neutraliteit aanwezig bent, dan verbind je niet met de voor, maar ook niet met de achter. Mm-hmm. Ja, en dan zijn allebei mogelijk, ja. Waar het passend is. Ja. Yes. Een bandbreedte zou je kunnen zeggen waar het ook stil is. Mm-hmm. Yes. En als je vanuit die stilte aanwezig bent, dan kun je zien, voelen, ervaren. Wat, en eigenlijk word je dan gestuurd. Yes, exact. Door een grotere open ruimte. Yes. Of anders gezegd, de situatie, als je helder genoeg bent of in die neutraliteit kunt zijn, dan wijst de situatie vanzelf wel of er actie nodig is of laten varen. Nee. Dus dat volgt automatisch. Je hoeft dat dus niet te gaan zitten beslissen. Maar als je stil of helder genoeg bent, dan weet je dat gewoon. En dan overkomt het je eigenlijk.
yes. Veel meer als dat je dus over gaat denken. Of, voilà. Ja. Ja, absoluut, want daar kom je niet uit. Ja. Als je er heel hard over na gaat zitten denken van of het niet tijd is to surrender, dan ben je dus in control. Dus dat gaat niet werken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de achterkant en de voorkant, om het zo even te doen, heeft altijd de verbinding met elkaar. Yes, yes. En als je dus in die neutraliteit, in die stilte, in die ruimte zit, dan kun je het laten gebeuren wat gebeuren mag. Ja. That's it. Zonder dat we ons ermee bemoeien. Mm-hmm. Ja. Ja. Yes. En die ruimte, ik voel dat een beetje als, misschien is het een heel gek woord, een heilige ruimte. Zo, mm-hmm. zo voelt dat een beetje. Dus ook vanuit het hart. Mm-hmm. Zo. En ook een beetje stilte. Of meer stilte en ruimte. Ja. Yes. Ja. En dan wordt het ook veel meer tintelender. Hè? Het wordt dan van een andere, hoe moet je dat zeggen, een andere tinteling, een andere, ja, hoe moet je dat zeggen? Een andere kwaliteit van zijn. Er is een speciaal woord voor, maar ik kan het niet vinden. Misschien moeten we dan nog uitvogelen, dat woord. Misschien bestaat het niet. Ik denk dat daar de woorden niet thuis horen. Hmm. Nou, laten we er dan maar over ophouden. om daar door te gaan, dat woord macht. Het lijkt wel alsof je kan kiezen, zeg maar, wanneer je in die achtergrond terechtkomt. En vandaaruit het handelen, het lijkt alsof het dan klopt wat er gebeurt. Ja, exact. Dat je krachtiger, machtiger bent, dus het is niet een soort ja, neutraal iets voor mij. Hè. Want als ik dan, maakt niet uit of ik dan ga stofzuigen of whatever, dan voelt het zo goed. Dan heb ik er ook veel meer zin in dat manier dat die mind komt. Absoluut. Dus het is ook wat dat betreft heel machtig vanuit het perspectief dat het klopt wat er gebeurt. Ja. Het is altijd het tofste als het klopt. Ja, en dat voel je. Yes. En dan, nou ja, dan gaat het gewoon gebeuren, klaar. Yes. Maar dat klopt dus, dat het niet zomaar een onzijdig iets is, dat gebied. Maar het ligt eraan, ik denk zelf, van nu je dit zo zegt, dat signaal van dit klopt, vooral optreedt of als dingen wat belangrijker zijn, of als we daarvoor op dat terrein nog niet zo kloppend waren. Want in mijn beleving is het heel vaak zo dat er gewoon geconstateerd wordt dat iets klopt of zo gaat. Maar ik voel eigenlijk niet zoveel. Juist wanneer er dissonantie of frictie is, valt het op. Dus als ik ernaast zit, om het zomaar te zeggen, dat voel ik. Als ik klop, dat voel ik eigenlijk niet. En zo voel ik dat het klopt. Omdat er geen, het is meer in de term, in de zin van, voor mij althans hoor, in termen van afwezigheid. Er is geen frictie, dus het klopt. Het akkoord, dat is die andere metafoor die ik gebruik, die klinkt niet raar. Die klinkt gewoon zoals die hoort, dus neutraal. Zo hoort dat te klinken. Bam. En het valt pas op het moment dat de bijsnaar niet goed zit. Zoiets. Wat ik eigenlijk bedoel is van wanneer die snaar aangeraakt wordt, dat die dan goed klinkt en dat ik daarvan geniet. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, yes. Op die manier. Ja. Maar jij zegt dus dat komt voort uit de frictie. Zou kunnen, ik zit het ook nu hard op te onderzoeken, hè, dus dankjewel. Het is ook een nieuw gebied in die zin, omdat het steeds dieper doorkomt in je zin, zoiets. Ik denk, ja. Als we dingen door beginnen te krijgen, dat we er altijd veel alerter op zijn wat er precies gebeurt. En als we aan dingen gewend zijn, dan ja. Misschien heeft het daarmee te maken. Sommige dingen ben ik gewoon meer in thuis dan andere. Dus dingen die voor mij nieuw zijn of nog onbekend of die ik nog probeer te begrijpen, daar voel ik vaker dissonantie of dat ik er
extra energie voor nodig heb dan dingen die, ja, die ik al 20 jaar zo doe. En dat is bij de een dit en bij de ander weer iets anders. Ja. All right. Thanks. Hey, Cécile. Hey. Fijn dat je er weer bent, joh. Ja, ze vindt soms dat ze te vaak komt en dat soort dingen. Het is gewoon onzin. Moet je mij zien, ik heb altijd satsang als ik satsang heb. Dat is vaak. Wanneer ik alleen een relatie vind dat ik verander. Als ik met vriendinnen praat over deze dingen waar we hier mee bezig zijn, dan kan ik zo een hele dag praten. Wij kunnen, ja, niet alleen over deze dingen, maar het woord energie of bewustzijn. En dan zegt hij, ja, ik geloof dat niet. Dat is een idee. En hij heeft natuurlijk ook gelijk, want ik praat alleen in concepten. Maar toen zei een vriendin van mij, dan zou je niet hem een boek laten lezen van Hans? Zou je niet vragen of hij dat wil? Maar toen dacht ik ook weer, jij zegt vaker van, je moet niet iemand anders gaan proberen te bekeren. Nee. En weet je wat leuk is? Van, het is mogelijk als we daar even mee bezig gaan in onszelf, om te praten over dit soort dingen zonder termen als energie en bewustzijn te gebruiken. Ja, dat is ook irritant eigenlijk. Dat hoeft ook helemaal niet namelijk. Praat daar niet over op die manier met hem, daar zijn dan anderen voor. Want het is ook op zich een raar idee dat wij denken dat we met iedereen hetzelfde zouden moeten kunnen delen. Ik ben hier zoveel... Ja, nee, dat snap ik, maar daar hebben je vriendinnen dan voor. Of mensen hier, weet je wel. Met die maat van mij, Erik, maakte ik heel vaak muziek. Dus wij praten vaak over muziek. Maar ik ga niet alle details over als we met een of andere compositie bezig zijn, ga ik niet Katja mee lastigvallen. Ik laat het wel horen als het klaar is. Of als ik denk van nou, ik heb even een paar oren nodig, roep eens wat. Weet je wel, van, moet er iets bij, iets af. Maar ik ga niet helemaal van, en toen deden we dit. En dan, Erik die deed dat wel af en toe, zat hij enthousiast te lunchen als we pauze hadden bij ons. En dan ging hij dat allemaal vertellen tegen Kasia en die zat nog 2 minuten van. Ja, oké, okay, dan heb je een pitch shifter gebruikt, die hebben het gecombineerd met een distortion op je trompet. Ja, ja, fascinerend Erik. Ja. Weet je wel, I don't give a shit, laat me horen als het klaar is. Ja. Ja, ik snap het wel, hij is heel enthousiast. Ik ken haar inmiddels, dus ik praat zo niet. Dus het kan interessant zijn om te kijken van hij heeft zijn eigen terminologie en zijn eigen manier van doen van hoe kun je dingen gebruiken die hij wel verstaat en die niet de hele tijd de stekels over hen doen staan. Want die woordjes, dat is uiteindelijk niet waar het om gaat. Nee. En ik heb ook al eens gezegd van dat ik mensen ken die gewoon hartstikke volwassen of soms zelfs wakker zijn. En die praten er nooit over. Dus die hebben ook sowieso geen zin om het uit te leggen, punt 1. En punt 2 gebruiken ze nooit advaitische termen. Die praten gewoon, ja, net als een normaal mens, zou ik maar zeggen, weet je wel. Ja, ja, ik begin zelf een beetje irritant te worden. Ja, ik wil bijna eisen van omdat hij het. Ja. Dat is niet erg advaitisch om dingen te eisen. Kijk, als je nou christen was, dan moest je gaan bekeren en dwingen. En, ja. Dus noods wat een beetje radbraken erbij. Ja. Wij van de Advaita-kerk doen daar niet aan. Het wordt aangereikt, in wat voor terminologie dan ook, en voor de rest, take it or leave it. Ja, eigenlijk vind ik het ook wel fijn om het niet te doen. Ja. Bij mij komt het woord geloof naar boven, dat als jij niet gelooft wat ik geloof, dan, dus dat, want dat is ook ergens waar je bevestigd dan wil zien. Blijkbaar. Ja. Ja, ik heb die behoefte niet. Nee, het valt het weg. Ja, uiteraard. In zijn valt het weg. Ja.
Maar dat is dus de houvast die je dan zoekt. Ja, en omdat we houden van delen. En ja. We willen natuurlijk graag delen wat ons interesseert. Maar ja. Ja, ik heb de vorige keer de een ander verteld over mezelf. Ja, en, nou, dus, ja. Uit de doeken gedaan, zeg maar. En nu is het nieuws dat ik een probleem heb. Oh. Ja, klopt. Dit veroorzaakt enige frictie bij mij. Wat? Nou, ik heb ook met een tante te maken die in het huis woont, die erachter blijft. En die gaat een beetje dwars liggen. En ik vind het dus heel moeilijk, het is een tante waar ik heel erg veel om geef, maar ik ben totaal niet eens met haar houding. Nou, gewoon om blijven geven en het er niet mee eens zijn. Ja, maar dat raakt op een of andere manier bij mij iets ouds. Dus, kijk, weet je, het is met al die dingen zo van, proberen we er vanaf te komen of proberen we het als een mogelijkheid te zien? Dus die frictie raakt iets aan. Nou, dat geeft je de gelegenheid om dat aan te kijken en te onderzoeken, zodat je er vanaf kan komen. Dan ben je weer gewoon een onsje lichter. Ja. Dus het is geen probleem, maar het is gewoon eigenlijk een kans. Oké, dit zit er nog blijkbaar. Ja. Goed. Oké, nou dan gaan we dat gewoon voelen en bekijken. En zien wat daar van komt. Of course. En dat is toch ook interessant. Eigenlijk is de uitnodiging impliciet van, en dat zou ik tegen iedereen willen zeggen, hou op met dingen als een probleem zien. Er is een situatie. En die vraagt control of surrender. Of een afwisseling daarvan. Wat kunnen we daarmee doen? Dat is interessant. We might learn something. Mag even hier. Ja, ik ben weer druk bezig met zelfonderzoek, zoals elke avond gaat dat rond om 11:30 van start tot 11:30. En alleen als ik in bed lig, dan krampt alles dus samen en dan raak ik zo uitgeput. En keer op keer ga ik weer door die cirkel heen. En ik probeer dan soms wel te gaan schrijven. Dan werkt dat soms werkt het wel, dan weer niet. En ik denk, ja, ik stel toch nog maar een keer de vraag. Want als ik het alleen aan jou al vertel, dan voel ik al vaak dat de dingen verschuiven. Oké. Dus dat is eigenlijk waar het eigenlijk even delen. Waarom is mijn vraag even van, waarom start dat onderzoek om 11:00 s'avonds op? Weet je hoe dat werkt? Dat is een beetje laat namelijk. Dat anders dan tot rust komt en dan gaat de televisie ook uit en dan... Ah, there we go. Ik heb gemerkt dat die ook om 9:00 uit kan. Tenminste, bij ons kan dat. Of 8:00, dat is ook mogelijk. Dus misschien... En dat is gewoon even op het niveau van het organisme. Klopt de timing gewoon niet met de biologische klok? Van dat soort simpele dingetjes zou ook kunnen zijn. Ja, want soms begint het pas om 12:00. There you go. It will fuck up the system. Uiteraard zijn sommige mensen meer avondmensen enzovoorts. Maar dit 11:00 of iets dergelijks is eigenlijk veel te laat voor dit soort dingen. Vanuit de tradities gezien werd eigenlijk altijd gezegd om 5:00, 6:00 morgens. Dan beginnen we met zelfonderzoek, de meditaties, whatever, 's ochtends vroeg, niet 's avonds laat. Nee, ik heb nog nooit over nagedacht. Bij mij ging dat eigenlijk altijd automatisch. Ik heb er ook nog nooit over nagedacht, maar het komt nou op. Ja. Yes. Ja. Wie weet? Dank je. Welkom. Het is een onderwerp dat de laatste veel bezighoudt, dus zijn gedachten. Zou je vanuit jouw perspectief nog eens kunnen vertellen wat nou een gedachte is? En waar ze vandaan komen en welke invloed wij daar al in? Ik denk eerder dat het andersom is, dat ze invloed op ons hebben.
Ja, en technisch gesproken, een gedachte is gewoon een energetische beweging op een mentaal level. Als het op een fysiek level is, noemen we het fysieke sensatie. Is het op een gevoelslevel, noemen we het een gevoel of een emotie. Dus, ja, that's about it. En er invloed op hebben, dat is net alsof ik en de gedachte twee dingen zouden zijn. Maar het is maar zeer de vraag of we daar los van staan. Afhankelijk van onze beleving van het leven, zijn er meer of minder gedachten, prettiger of onprettiger. Dus even weer in de context van kloppendheid. Als de boel klopt, dan zijn er behalve praktische dingen vrij weinig redenen om te denken. Als er frictie is, wat meer. Afhankelijk van hoe we in elkaar zitten. Sommige mensen, als er flink wat helderheid is, die zullen zien of begrijpen dat emotionele of fysieke dingen niet mentaal op te lossen zijn. Dus die zullen niet veel nadenken over gevoelsmatige dingen, maar die zullen die voelen. Dus ja, dat zijn zo een paar... En over het algemeen zijn de meeste gedachten ik gerelateerd. Dus hoe minder geloof, zal ik maar zeggen, er is in ik als een afgezonderd wezen, hoe minder gedachten. Want meestal is het ik, als dit maar goed gaat, wat zullen ze van me denken? Moet ik nou wel of niet? Ik. Ja, je zegt eigenlijk vanuit dat perspectief heb je ik en de gedachte, dus iemand die naar, een persoon die naar die gedachte kijkt, terwijl het eigenlijk geen onderscheid heeft. Nee, want die ik zelf is eigenlijk al een gedachte of een constructie. Wat ik het dan zelf ervaar is dat je wel zegt, nou, ik heb wel meer prettige en minder prettige gedachten. Maar eigenlijk heb je daar dus helemaal geen invloed op. Nee, want er is geen aparte je. Die daar invloed op kan hebben. Wat je wel kan zien is dat als iemand meer aanwezig is of helderder is, dat hij minder negatieve gedachten heeft. En minder gedachten überhaupt. Dus gedachten zijn vaak een uiting van frictie. Als ik me niet bang voel, hoef ik geen angstgedachten te hebben. Ik zal me eerst bang moeten voelen om angstige gedachten te hebben. Nou, als ik dat niet voel, dan valt er daar niks over na te denken of... onveiligheidsissues of relationele dingen. Je denkt na over je relatie over het algemeen als er frictie is. Niet als het lekker gaat. Nou, als je die ekkramp kwijt bent, dan gaat eigenlijk altijd alles lekker, ook al gaat het niet lekker. Maar er wordt weinig over nagedacht. Dan is het gewoon, oh, het gaat niet lekker. Aangezien, zeg ik dan altijd, maar er nergens staat dat het niet lekker mag gaan, vind ik dat eigenlijk niet zo'n probleem. Dus ik kan eerder lang nadenken over wat bedoelt Schopenhauer nou precies als hij dit of dat stelt ten opzichte van dat of dat en hoe verhoudt Spinoza zich daartoe. Daar kan ik lang over nadenken, want het zijn ingewikkelde dingen, relaties niet. Het gaat lekker of het gaat niet lekker. En als het niet lekker gaat, dan ligt dat aan Kasia. Ja, simpel. En die zal dat nooit toegeven, dus nou, is goed. Dan gaan we koffie zetten. Nou, zoals bekend heb ik van familie ook weinig last, want ik zie ze nooit. En de andere deel is dood, dus... Ja, daar heb ik geen last van. Mijn werk is redelijk vol te houden. Ik kan de kinderen af en toe nog een ijsje geven, dus... Ja, it's all right. Ik weet niet of het een antwoord is eigenlijk. We hebben nog een heel weekend. Zeker. Ah.
zei kwam al bij mij een gedachte op. Ja. Maar dat is eigenlijk wat interessant is, dat gedachten komen erop en ze gaan weer weg. En ik denk dat wij meestal van ons op een of andere manier zo in elkaar zitten dat we denken, oh, ik denk. Ja. En hetzelfde met gevoelens. Gevoelens komen erop en ze verdwijnen. En op het moment dat we zeggen, oh, ik voel mij zo blij, of ik voel me zo bang, of ik voel me zoiets, dat is steeds iets wat we dan toevoegen. Yes. En dat is eigenlijk de kramp. Tenminste, voor mij was het ontdekken dat dat de kramp was. Yes. Omdat er een soort voortdurende evaluatie is. Het denken evolueert steeds, oh, is het de goede gedachte, is het de slechte gedachte. Nou, plus die kleinbeweging die erin zit. Ja. Ik denk dit. Ja. Alsof ik het gemaakt heb. Nou, dus het lijkt steeds te verwijzen naar ik, die feitelijk helemaal niet is. Ja, het is hartstikke mooi. En eigenlijk zouden we die gedachten ook kunnen gebruiken om naar een ander niveau te verwijzen. Dus als we bewustzijn als ik duiden, niet ik denk, maar ik neem een gedachte waar. Het bewijst eigenlijk alleen maar dat bewustzijn er is. Niet dat er een persoon zou zijn die verantwoordelijk voor gedachten of gevoelens of iets dergelijks zou zijn. Maar gewoon die waarnemendheid is er. Er is een gedachte en die kan alleen opgemerkt worden omdat die waarnemendheid aanstaat. Zo zou je het ook nog kunnen zien. Maar je hebt geen oordeel, je ziet het gewoon. Ja, voilà, inderdaad. Het wordt geregistreerd, that's it. No problem. En het hele idee van een nobele of een kwalijke gedachte, het slaat gewoon nergens op. Ja, jij schreef over die tekeningen later. Ja. Dat vind ik mooi. Ja, een mooi beeld van een vogel vliegt boven Nederland, Zeeland en in Engeland, ook land. Maar het is maar een naam. Yes, en exact. Dat zie ik ook. Ja. Maar dan nemen we zo serieus dat die identificatie met dat echt waar is. Ja. En het is dus, ja, om steeds te zien, hey, het is maar een naam. Exact. Ja. Ja, cool. Ja, dankjewel. Ik vroeg me ineens af of waarnemen, ja, dat is wat anders dan ervaren. Niet per se. Ik bedoel met waarnemen, of het nou gedachten zijn, of emoties, of fysieke sensaties, of geluiden, dat is allemaal waarnemen. Je zou het ook ervaren mogen noemen. Ik heb de achtergrond ook wel eens het ervarende genoemd. En dan precies in die uitdrukking, omdat het onpersoonlijk is. Ja, onpersoonlijk en ontijdloos. Yes. En terwijl denken bijvoorbeeld wat meer... Nou, denken heeft meestal met tijd te maken. Maar het wordt geregistreerd vanuit dat tijdloze en het laat dus geen sporen achter. Maar denken gaat altijd over tijd. Het heeft altijd te maken met een beweging van hier naar daar of van het verleden naar de toekomst. Of... En desondanks, als je helder genoeg bent, kun je zien dat het gewoon voorbij komt en het laat geen krasje op bewustzijn achter. Het doet er helemaal niet toe. Wel of op een praktisch level heb je gewoon nuttigere gedachten dan minder nuttige. Okay. Ja. Dat betekent ook voor mij meer dat je dat denken en dat voelen gewoon kan laten. Ja, zeker. Sterker nog, dat zijn superhandige tools. Net als een hand, dat is hartstikke handig. Alleen hij moet niet van alles zitten doen terwijl hij niks te doen heeft. En dat doen we met dat denken wel heel vaak als het ware. Of ja, dat doen we niet, maar dat gebeurt door die innerlijke onrust. Zit er constant, terwijl er geen enkele aanleiding is, zo'n vijfmansgroep tegen elkaar aan te ouwe hoeren. Dat blokkeert ook het waarnemen en het ervaren. Nee, niet blokkeren, maar het leidt wel af. Verschijnselen hebben de neiging om de aandacht nogal te trekken. Als er heel veel verschijnselen zijn, is het heel moeilijk om daar de lucht doorheen te zien, zeg maar. Er staat tegenover dat hoe leger of helderder we worden, hoe minder van die verschijnselen er zijn. Ze zullen altijd blijven komen, zoals terecht gezegd wordt. Maar ze nemen af in hoeveelheid en de intensiteit of hun kracht om de aandacht te trekken neemt af. Want over het algemeen is er eigenlijk niks aan de hand. Het is maar af en toe dat er in je leven dingen zijn die echt even aandacht nodig hebben. De rest
is toch een beetje op het niveau koffie of thee. Toch? Te worden afgewezen, het stuit op alle kanten op, zeg maar. Klinkt normaal. Ja, ik merk dat het af en toe lastig is om daarmee om te gaan. Omdat als ik het steeds zoek van, hé, maar waar, wat heeft het nodig, wat kan ik doen? Dat is meestal dan degene die nog iets wil doen met dat poppetje, die zit onderdeel in dat poppetje. Ja, wat wou ik net zeggen, dat is het poppetje. Ja, ja. Jij bent degene of datgene wat het poppetje aan zijn dansje ziet. Ja. Niet die er iets mee uithaalt. Dus ieder ermee uithalen hoort bij het domein van het poppetje. Ja. Dus het poppetje vraagt, hoe moet ik met mij omgaan? Waarbij die zich eigenlijk gesplitst heeft in één poppetje, die dan een slimmere vorm van poppetje is, die dan het domme poppetje wil, ja, weet ik veel, zijn plekje geven of something. Ja, hopen, als ik merk van, wat zoekt dat poppetje, weet, zoekt ze het gevoel, bevestiging, of dat het er mag zijn of zo? Nou, ik denk veiligheid. Veiligheid, ja, dat is goede doel. Yes! Al die dingetjes, dat zijn daar uitlopers van. Iemand, je kunt het omdraaien. Iemand die zich volledig op zijn gemak voelt, die maakt het niet uit of die bevestigd wordt of beledigd. Of dat hij 2 sneeën brood heeft of maar een halve. Die voelt zich gewoon volledig op zijn gemak klaar. Het maakt hem niet zoveel uit allemaal. Degene die zich niet op zijn gemak voelt of niet veilig voelt, die is constant bezig met een overdreven mate van control, om veiligheid te creëren, appreciatie, een goede plek in de pickorde. He feels unsafe. Ja, check, er valt niet zoveel mee te doen, zeg maar. Als het gaat, dan gaat het. Dan danst het zo, zeg maar. Als ik er wat aan wil doen, dan is het fijn om te gaan zitten en stil te zitten en te zoeken van, hé, maar wie wil er nog wat doen, zeg maar. Die ga ik dan niks extra in de gaten houden. Dan kan het tot rust komen. Ja, het is lastig. Nee, als we het weer even koppelen aan het control surrender verhaal, dan zien we dus dat we het proberen te fixen via de control modus. De uitnodiging is veel meer om de surrender modus te nemen. Dus hoe ga ik om met dat poppetje? Niet. Ik ga niet een superpoppetje verzinnen om dat poppetje in goede banen te leiden. Ik ben stil en kijk, want dat is mijn aard. Ik ben bewustzijn. En bewustzijn bemoeit zich er helemaal niet mee. De aangehaalde, het poppetje is een tekening in water. En in die metafoor, zeg maar, ben jij het water. Wat kan het water het schelen wat voor poppetje er getekend wordt? Het houdt ongeveer 0,89 seconden stand. Dat is eigenlijk vrij nog te lang. Je moet heel snel tekenen. En de grap is ook nog dat wij proberen, dus als we even aannemen dat de veiligheidsnotie het ding is, we proberen dus iets niet reëels, een constructie, proberen we veilig te maken in plaats van ietsje achteroverleunen in dat wat altijd is. Wat is er betrouwbaarder en veiliger dan dat wat er altijd is? En het heeft geen bevestiging nodig, geen ondersteuning, helemaal niks. De hele tijd beschikbaar. Maar wij willen die rare constructie, dat verzinsel, veilig krijgen. Dit gaat niet gebeuren. Zodra ik hier iets merk van een verschijnsel wat we ego-achtig kunnen noemen, is die altijd onrustig. Hij wil altijd ergens iets aan morrelen. Er moet altijd iets anders.
Het is altijd weerstand tegen hoe het is. En dan heb ik het niet over het daklek, dus ik ga die pannen goed leggen. Maar op een, laten we zeggen, psychologisch level. Altijd als die er is, is het onrust en onveiligheid. Het is eigenlijk altijd hetzelfde liedje. Boring. Ja, wat ik nu veel ga doen, ik maak er contact mee, zeg maar. Een paar weken geleden ging het heel goed. Toen zag ik steeds dat het poppetje heeft alleen maar mij bewustzijn nodig, zeg maar. Mm-hmm. Het was heel fijn om op die manier aan te raken, want ik vind het eigenlijk wel gezocht, zeg maar. Ja, op alle momenten is het heel lastig om contact mee te maken. Ja, misschien is het dan ook niet aan de orde. Dus dit kunnen we weer koppelen aan het klopt het verhaal. Dus het kan zijn dat er even contact mee gemaakt moet worden, maar dat niet altijd. Het kan ook zijn dat er totaal uitzoomen nodig is. Yes. Om hem als het ware af te laten sterven. Ja. Dus ik moet alleen maar voelen of weten, aanraken of er vandaan. En zodra het hier vandaan komt, van moet ik nou aanraken of dan is het poppetje weer aan het woord. Dan is die onveiligheid alweer, want die zit zich af te vragen de hele tijd, doe ik het wel goed, .nl. Ja, als ja, natuurlijk. Hij wil dat ook eigenlijk liever niet. Hij wil eigenlijk constant voeding hebben, zodat hij voort blijft bestaan. En dat moet of van binnenuit komen of van buitenaf. Dat is het kenmerk van die ego-constructie, dat die constant blijft zeuren en het is nooit genoeg. Yes. You know. Ja. En het is dus niet de bedoeling dat hij veilig wordt, het is de bedoeling dat hij oplost. Ja. En dan hou je nog dat er gedachten en gevoelens en fysieke sensaties zijn, maar die zijn niet meer van iemand. Ja, nee, volgens mij is het goed. Oké. Okay. Ik vraag me of in relatie bijvoorbeeld als je frictie voelt. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, denk ik, als er geen frictie is, dat je bijna ook frictie kan creëren, naar mijn idee. Dat als die daar al verslaafd is, wel, ja. Ja, dat ik soms bijvoorbeeld moeilijk vind, of ik vanuit alle wat gewone. Dus ik denk van, nou, dat ik dan merk bijvoorbeeld bij mezelf, dat ik dan angst geloof van, hé, hey, ik kan het weer gaan verliezen. En dat er daardoor ook problemen gecreëerd worden. Zeker. Waardoor de kans op het verliezen toeneemt. Ja. Dat klopt. Ja. Dus dat is een gelegenheid om aandacht te geven, als dat nodig is, aan die oude patronen of onverwerkte emotionele residuen. En een ander element is gewoon van heel veel van ons, die hebben er moeite mee om gewoon, laat ik dat woord eens gebruiken, dat doe ik nooit, om gewoon gelukkig te zijn. Zodra dat langer dan een half uur duurt, gaan we problemen zoeken. Want het kan niet goed gaan, er moet dadelijk iets ergs gebeuren. Ik voel me zo goed. Oh boy, oh boy, oh boy. Pending doom. Hoe beter ik me voel, hoe dichter bij de apocalypse. Ja, soms wel herkenbaar. Ja, dat bedoel ik. En dus is het handig om dat als uitnodiging te nemen. En dan niet in al die gedachten te verzanden, maar gewoon weer, het is weer hetzelfde. Een gevoel van onveiligheid steekt de kop op. Het is altijd hetzelfde. Is het wel veilig om gelukkig te zijn? Nou, het ego zegt nee. Zodra je ontspant, ga je eraan. They come and get you, and you won't see it coming. Ik heb dan meer zoiets van, ik ga een beetje achterover hangen. En, nou, als het dan wil komen, nou, kom maar. I'm here. I'm ready. En wat kan er nou gebeuren? I'm dying anyway. Hier, maar weer een stukje dichterbij, dan is dat teken de hele tijd. Weer één leven verspeeld, weet je wel. Ja. Welkom. €70. Nou, mooi. Even pauze.